Het ministerie van Arbeid heeft een algemene overwerkvergunning uitgevaardigd die betrekking heeft op winkels, bakkerijen en horecabedrijven. Dat meldt het Nationaal Informatieinstituut. De komende feestdagen mogen deze bedrijven hun personeel 11 tot 13 uur per dag inzetten. Rond de kerstdagen en de jaarwisseling verwachten bedrijven namelijk een grote drukte. De algemene overwerkvergunning geldt van 16 december tot en met 30 december, met uitzondering van 22, 24, 25, 26 en 29 december. In deze periode is het toegestaan om het personeel van winkels, cafés en restaurants maximaal 11 uur per dag arbeid te laten verrichten, terwijl de werknemers van brood- en banketbakkerijen tot 13 uur per dag mogen werken.